wil jullie weer even op de hoogte brengen van de stand van zaken rondom mijn strookdeeltplannen en het werk op de boerderij. Het is nog steeds ongekend droog en we gaan op dit moment af op misschien wel het droogste seizoen ooit. Het is heel warm voor deze tijd van het jaar, mei. Ik heb uiteindelijk besloten om toch maar te gaan beregenen, omdat ik zelfs met het watergeven met het waterkarretje niet ging redden om mijn kool en aaien goed aan de gang te houden. En het is nou prachtig mooi stil weer. Het grote nadeel van het beregenen met zo'n kanon is dat het heel veel nachtrust kost. Zodat je ziet dat mijn ogen nog een beetje dicht zitten. En de andere kant is dat het bijna onmogelijk is om het netjes verdeeld op het land te krijgen. Gisteravond later had ik hem aangezet. Vanmorgen had ik me verslapen. En mijn haspel die stopt wel met inrollen, dus met het intrekken van de slang. Maar hij stopt niet meer spuiten, omdat hij al heel oud is en niet meer goed gemaakt kan worden. Dus ik schrok wakker en ik dacht dat hij een uur op hetzelfde plekje had staan spuiten. Waar dan een groot zwembad en modderpoel zou zijn. Maar dat lijkt mee te vallen. Maar ik heb wel genoeg adrenaline voor de hele dag om weer door te kunnen gaan. Ik merk iedere keer dat ik speciaal weer rijd dat alle soorten grote beesten echt toenemen op mijn land. Ik zie meer hazen, ik zie heel veel meer meeuwen, ik zie veel meer kraaien, kauwen. Ik zie gave plaatjes van roofvogels. Er zijn wel 3 buizerds die standaard hier rondvliegen en heel veel prooien pakken. Torenvalken, kiekendief. Het is super jammer dat ik dat met deze camera niet vast kan leggen, maar daar gaat aan gewerkt worden. Ik ga mensen vragen om mooie plaatjes te schieten. Maar de algemene conclusie is, terwijl ik nog maar net begonnen ben met het strookteeltplan, dat ik heel veel meer leven waarneem op mijn boerderij. Een deel van de dieren die rondloopt op de akkers hier, vindt de lekkere producten die ik ga telen natuurlijk ook lekker. En ook in een heel jong stadium, voordat ze volgroeid zijn. Waar ik op dit moment het meeste last van heb, of lijkt te hebben, is de vraat van duiven. Die de koolblaadjes opeten. Het raadsel van het eten aan de uien is nog niet opgelost, maar dat is te overzien. Dat lijkt niet heel veel meer te worden. En de grote vraag is natuurlijk, hoe ga je daarmee om? Ik schrok er gisteren wel een beetje van hoeveel koolplantjes de blaadjes echt allemaal van afgegeten zijn. Maar ik hoop het beheersbaar te houden. Want we kunnen op allerlei manieren gaan sturen. Maar ik heb gewoon het gevoel dat zich een soort nieuw evenwicht moet gaan vestigen hier op de boerderij. En dat dit dan de gevolgen erbij zijn. Kraaien kunnen hele nare beesten zijn, maar ze pikken ook heel veel nuttige insecten weg. Duiven heb ik echt liever niet dat ze aan de kool eten, maar vervolgens eten ze ook gewoon heel veel onkruidzaden en alles op, wat mij weer onkruid scheelt op het land. En zo ja, is eigenlijk mijn doel om niet te veel in te grijpen in de natuur, want eigenlijk zie je overal waar de mensen veel ingrijpen. Dat er dan het evenwicht verstoord wordt. En we willen eigenlijk ontdekken wat gebeurt er nu als je niet te veel in gaat zitten roeren en het gewoon laat gebeuren. Waarbij de spanning natuurlijk is dat je ook wel gewoon net de producten af wil leveren. Dus jullie gaan het volgen. Het ziet er nog wel dreigend uit, uiteraard, deze luchtbugs. Maar het is met name voor het verjagen. Als ze nu onder 50 meter ver weg zitten, kan ik daar nog een kogeltje naschieten en zijn ze vertrokken. Nou, 3-4 dagen er intensief achteraan zitten, achter de duiven. Zorgt ervoor dat ze nu niet heel veel hier zitten, terwijl er meer dan genoeg duiven zitten. Ik heb ook niet de illusie dat ze die weg zouden kunnen jagen of zouden kunnen schieten allemaal. Maar ik merk dat ze er nu minder zitten en we hopen het op die manier beheersbaar te houden. Naast het verjagen met het naschieten van een kogeltje, is deze bugs ook gewoon heel handig omdat er een hele goede kijker op zit en ik zodoende kan zien wat er een half kilometer verderop op mijn land loopt, tot in detail. Nou, ik noemde net een aantal dieren, een buizerd, daarnaast zie ik ook kievieten die jonkjes hebben, ik zie scholexters, ik zie heel veel zwaluwen vliegen hier, kwikstaart, er vliegt echt van alles rond en ik geniet ervan. Ik heb nog nooit zo bewust en zo goed naar mijn land gekeken.
is wat duiven doen. Ze eten niet heel het plantje op, maar ze pikken met hun snavel allemaal stukken uit de blaadjes. Zolang het niet erger wordt als dit, dan valt het nog mee en dan groeit de kool wel weer op een gegeven moment vanzelf uit. En ze zijn niet op uit om mijn land, mijn kool, te vernielen, maar ze zijn er vooral op uit om lekker zoveel mogelijk divers mogelijk te eten, zodat wij mensen nog iets van kunnen leren. En daarbij pikken ze ook gewoon wat koolblaadjes mee. Ik zit hier op een zaaimachine, die zit er helemaal vol met erwten. Die gaan er morgenochtend als eerste in, zodat als we gaan beregenen dat ook allemaal kan gaan kiemen en gaan bloeien. Want de temperatuur is goed, maar de droogte is enorm. We hebben ook vanwege het nat maken, zeker in de rijtjes, de eerste onkruidje gezien. Dus volgende week wordt voor mij een spannende week, want dan ga ik eggen en schoffelen. En daar heb ik nog niet heel veel ervaring mee. En dat is echt heel wat anders als met een veldspuit draaien. Dus ik ben benieuwd. Daarvoor is ook vandaag een nieuwe machine gekomen die ik daarvoor wil gebruiken. Namelijk een hele bijzondere werktuigdrager. Dat is een machine waar mijn schoffelmachine in kan hangen. En waar ik vooral de verzorgingswerkzaamheden van het gewas mee kan doen. We gaan hem eerst even testen, proefdraaien. En dan als hij goed werkt kan hij van de winter een keer gespoten worden. Ik heb vanaf nu in ieder geval een heel mooi uitzicht over mijn strookgedeelte percelen wanneer ik daar doorheen rijd. Zelfs de lang verwachte tank is gisteren geleverd. Een beetje laat. Maar we gaan er vast nog heel veel gebruiken in de toekomst. Dus fijn dat hij er is. De erwten zitten in de grond. De haver ook. Ze hebben bovenover gezaaid. Dat samen wordt een soort krachtvoer voor de melkgeiten, is de bedoeling. Een soort proef, experiment. De laatste ruggen zijn gefreesd op de zware kleigrond. Het was nog best wel een beetje kluiterig, maar omstandigheden gingen het redelijk goed. Alles wat ik beregend heb van de afgelopen dagen, waar ik heel veel tijd in gestopt heb, is allang weer verdampt. Want met de schrale oostenwind van dit moment gaat het zo ontzettend hard. Ja, en ik blijf zeggen, het is droog. Het blijft droog en ze geven ook nog geen regen van betekenis op. Maar er zitten steeds meer gewassen in. Ik ga nu alleen nog de bloemetjes zaaien. En dan eens lekker een buitje geven, zodat de meeste gewassen vast kunnen groeien. En na dat buitje wil ik graag nog de peen en de witlof zaaien. En de pompoenen. En dan zit alles in de grond. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van dit eerlijke filmpje. Schroom niet om dit te delen met andere personen die het mogelijk ook interessant vinden. En tot ziens.